niet blijven staan. Ik had erop wagen. Het is een hele grote nummer. Ik ben uitgedaagd door Alain Verspecht, dat is de voorzitter van de vereniging VZ2 een hart voor ALS. De man is ook zelf patiënt en verzamelt fondsen. Ik ga graag die 100 euro storten, maar ik ben ook uitgedaagd door Urbanis. Dus een dubbele uitdaging. Voor de ene zal ik die 100 euro storten. En voor die andere was ik op zoek naar medewerkers die bereid waren om een emmer over mijn hoofd te gieten. En als het goed is, dan heb ik die ook gevonden. Dat viel nog mee, hè? Ik heb mijn rug nog niet gezien, hè? Ja, ik krijg toch een fris gevoel. En wie gaat u nu zelf nomineren? Wel, ik had gedacht aan mijn fractieleiders in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement. Dus Annie Griedere, Jan Jabon en Matthias Diependalen. Dan kunnen de parlementsleden die nu aan het lachen zijn, die de kort wellicht niet meer zo hard lachen. Maar u gaat ze niet populair maken in uw eigen partij? Ja, maar dat is niet erg. De verkiezingen zijn verplicht. U had ook kunnen kiezen voor een Luchel bijvoorbeeld of mevrouw Montenis. Ja, maar ik ga ervan uit dat die al genoeg koude douches gekregen hebben van mij. En die gaan er nog niet krijgen met deze formatie? Zou kunnen, denk ik. Als je het niet erg vindt, ga